Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Doreen. Welkom bij Medical Travel, het programma dat informeert over de medische wereld in binnen- en buitenland. Welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Medical Travel. En in deze aflevering brengen we een bezoekje aan Doreen, want die gaat definitief ontharen. En we gaan eens kijken hoe administratieve processen bij opticiëns en audiciëns een stuk eenvoudiger kunnen. Maar nu eerst iets heel anders. Chronische pijn betekent dagelijks pijn hebben. Er zijn ontzettend veel mensen die hiermee te maken hebben. Omdat je dit van de buitenkant niet kunt zien, is er vaak onbegrip. Vandaag zijn we bij Pijnpatiënten naar één stem. Dit is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor chronische pijnpatiënten. Ik heb in mei 2012 heb ik een ongeluk gehad op de fiets. Toen ben ik de dijk afging voor overgeslagen. Toen heeft eigenlijk mijn gezicht voornamelijk de klap opgevangen. En ik heb al 3 jaar lang last van mijn nek. En dat is iets wat in principe dan niet weggaat. Wat sommige mensen misschien wel een paar dagen kunnen ervaren van vervelende pijn aan hun nek. Ja, dat is iets wat ik nu 3 jaar heb. Ik ben voorzitter van de stuurgroep Pijnpatiënten, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Het Samenwerkingsverband is een samenwerkingsorganisatie van 16 patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn. En ze werken samen om de zorg voor chronische pijnpatiënten beter te maken. Ik vind het zelf heel moeilijk om uit te leggen aan de leek wat chronische pijn is. En dat komt voornamelijk doordat je dat echt moet ervaren. Je kan wel zeggen dat je elke dag pijn hebt, maar leg in principe maar eens uit hoe pijn voelt en hoe het is. Dat kan je vaak alleen maar uitleggen als mensen zelf weten hoe het is. En dat is vaak heel moeilijk om mensen te vertellen hoe iets voelt en hoe iets te beleven is. Er is hartstikke veel te verbeteren. Aan de ene kant wordt ook wel aan gewerkt, maar vooral een verbeterslag hopen we te krijgen met de zorgstandaard die wij als samenwerkingsverband hebben geschreven samen met behandelaars. Om toch de zorg een stuk te verbeteren, zodat patiënten eigenlijk de juiste diagnose krijgen voor hun pijn, bij de juiste behandelaar terechtkomen, de juiste behandeling krijgen en vooral ook op het juiste moment. En ik hoop dat we dat kunnen realiseren met de zorgstandaard. Vooral met elkaar inventariseren wat is er op dit moment niet zo goed. En dan hebben we een enquête gehad over de tevredenheid door de zorg van de patiënten. En dan blijkt dat zij gemiddeld een 5,7 geven voor de zorg. Dus zo tevreden zijn ze niet en daar moet echt een slag gemaakt worden. Ja, ik vind het wel belangrijk dat er naar me geluisterd wordt. Ik denk dat iedere patiënt wel informatie en feedback heeft voor degene die de behandeling uitvoert. En ik denk dat die combinatie er wel voor kan zorgen dat het wel verbeterd kan worden. En zeker ook onderling, omdat ze vanuit verschillende disciplines bezig zijn. En ze moeten elkaar kunnen verstaan en vooral ook respecteren. En niet in hokjes denken, want het is enorm belangrijk dat er multidisciplinair behandeld gaat worden. Dat komt ook in de zorgstandaard aan de orde. En je moet voorbij je eigen vakgebied en meedenken om het geheel te verbeteren. Ik ben wel met aardige Rotterdamse mentaliteit opgevoed dat je altijd door moet blijven vechten. En dat zit ook goed in me. Dus ik ga gewoon blijven doen wat ik doe. En dan hopelijk met zo min mogelijk pijn. Vroeger maakten vrouwen zich niet zo druk over overtollige haargroei. Want toen hadden ze kleding die het hele lichaam bedekte. Nou, tegenwoordig is het echt wel anders. Want nu willen vrouwen zeker van hun been, arm, oksel of gezichtshaar af. Altijd al gedroomd van zijdezachte benen of oksels. Maar met harsen of waxen nooit het optimale resultaat bereikt. Een van de behandelingen is definitief ontharen. Bij Anti-Aging Center Doreen kan je bijna voor elk haartype terecht voor definitief ontharen. De reden dat ik hier ben, is voor de definitieve ontharing. Ik heb heel veel vast van de haren, overal. En echt letterlijk overal, dus de hele benen, bikinilijn, ook zelfs bovenlip, noem maar op. Ik ben nu al een paar keer hier geweest. En ik zie echt dat een verandering in mijn lichaam is. Want ik heb bijna geen haren meer. Zonder haren voel ik dat mijn huid is zacht. En het voelt gewoon lekker aan. Hallo, jij was Fatima. Ja. Hallo, aangenaam Doreen. Hi Doreen. Nou Fatima, welkom. Ik heb begrepen dat je nu komt voor het laatste onderdeel gaan doen bij je. De oksels. Voor de rest hebben we al meerdere onderdelen behandeld. Ja, ik ben echt heel blij mee. Nou, dan mag ik je meenemen naar de cabine. Oké, en dan gaan we daar verder. Ja, kom verder. Ja. Nou Chantal, dit is dan Fatima en voor ons een oude bekende om het zo maar te zeggen. We hebben bij haar natuurlijk al meerdere onderdelen behandeld. En nu gaan we bezig met het laatste onderdeel, dus de oksels. Want ja, en dan is ze helemaal haarvrij. Dan gaan we gewoon starten met de behandelingen.
is een ideale kandidaat voor definitief ontharen. Omdat ze sowieso, ze is Arabisch, hè, dus dames hebben natuurlijk heel veel last van haargroei. Ook een intensieve haargroei, ook dik haar. Maar zeker en het allerbelangrijkste ook donker haar. Omdat donker haar heel goed de warmte geleiden. Hè. De flits, dat is eigenlijk licht zoals je ziet, wat omgezet wordt naar warmte. Ieder haartje geleidt die warmte naar het haarzakje. En daar wordt het haarzakje gecoaguleerd, omdat het uit eiwitten bestaat. Dus het verschrompelt en het haartje valt na 2 weken valt het af. Er zit wel een bepaald ritme in de kuur. Hè. Om de 6 weken doen we zo'n behandeling. En na iedere maand wordt het minder en minder en minder. Het is voor een vrouw natuurlijk ontsierend als je haargroei hebt op je benen, van bikini of oksels. We kunnen het bij vrouwen doen. Mannen wordt het ook heel veel gedaan. Voornamelijk mannen voor rug. Hè. Rugharen zijn een beetje not done, om het zo maar te zeggen. En ja, als er een methode is die dat weg kan halen, waarom zou je het dan niet doen? Echt prettig, ben ik ook blij mee. En het geeft ook een heel lekker zachte gevoel. Het is echt een vrouwelijke gevoel, ja. En ik ben blij mee. Ook binnen de optiek en gehoorbranche is administratieve software van essentieel belang. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk aandacht aan je klant besteden, zodat je deze een goede bril of gehoorapparaat kunt aanmeten. Door de juiste administratieve software heb je de klantgegevens binnen handbereik en is het gewenste product zo snel mogelijk ter plaatse. Speciaal voor deze branche levert OptiBytes WinPro. Deze ICT software wordt speciaal op maat afgestemd op de specifieke situatie van het optiek of hoorbedrijf of zelfs een combinatie daarvan, zoals bij optiek linnenweven te Wateringen. Het vergroot de productiviteit en de ondernemer kan meer aandacht geven aan de klant en zijn passie voor het vak. We helpen mensen natuurlijk met een bril om ze goed te laten kijken. Er zijn heel veel mooie dingen in de wereld. Als je die nog mooier kan zien en beter kan zien, is dat natuurlijk gewoon het feestje. Het softwarepakket iPro die ondersteunt zeg maar, de optiekbranche en de hoorbranche. En alle data die zeg maar, de klant moet verzamelen, kwijt moet, de meetgegevens, die worden in ons softwarepakket opgeslagen. Wij willen heel graag overzicht houden op heel veel vlakken. Die software is daarin heel belangrijk. Dat betekent dat bestelstatussen worden gevolgd, maar ook koppelingen met nieuwe apparaten. Of het nou horen is of optiek, je moet een oogmeting doen of je moet een hoortest doen. Die data is natuurlijk zo specifiek en die wordt opgeslagen in onze database. Je kan natuurlijk, diverse leveranciers die maken programma's en wij maken die koppelingen met die softwareprogramma's, met de apparatuur, zodat de data zeg maar, van hun softwarepakket of vanuit de apparatuur wordt ingelezen in onze database. Wij voeren de gegevens van de nieuwe klanten meteen in, koppelen we met de apparatuur waarmee we de oogmeting doen, zodat zodra de oogmeting afgerond is, de gegevens, plus 3, min 6, eigenlijk direct naar de klantgegevens teruggaan. Als alle gegevens compleet zijn, kunnen we eigenlijk met deze software van iPro met een druk op de knop de glazen bestellen, eventueel het montuur in bestelling zetten. Het grote voordeel is dat software van iPro ook draait met meerdere filialen, dus je hebt maar 1 klantendatabase. Dus op het moment dat de klant in 1 woonplaats, en daar zitten bijvoorbeeld 2 of 3 winkels, dan maakt het voor de klant en de consument dus niet uit naar welke winkel die gaat. Overal is zijn data. Als wij voor een klant willen weten hoe zijn vergoedingen zijn, dan kunnen wij via iPro koppelen met de software van de zorgverzekeraars, zodat wij precies kunnen inschatten wat de vergoedingen zijn. Een ondernemer die wil graag natuurlijk dat zijn producten met regelmaat worden vervangen. Dat hij heel goed kan inspelen op de ontwikkelingen die in de markt zich plaatsvinden. Welke merken in mijn winkel doen het nu goed en welke merken iets minder. Zodat je ook gewoon adequaat goed kan inkopen. En dat is waar wij de klant bij helpen. Het is heel belangrijk dat wij de ontwikkelingen in de markt goed volgen. En vooral de innovaties op dit gebied. Een goed voorbeeld is hier van de Pascal 3D. 2 jaar geleden heeft iPro gezegd, hoe kunnen we nou de beleving in de meetruimte eens leuker maken? En met dit initiatief hebben we gekeken, hoe kunnen we nou het leuker maken in die refractieruimte? En daarbij eigenlijk zorgen dat die meting ook heel goed is. Ja, zeker met de huidige stand van de glazen, waar veel meer techniek in zit. Het is niet alleen maar de plus en de min. En de samenwerking tussen de ogen, dus het binoculaire zien, daar zorgt Pascal 3D ervoor dat dat veel meer in beeld wordt gebracht. Vroeger was het zo, 1 oog werd afgedekt en het andere oog werd gemeten. Maar tegenwoordig is het een must om met 2 ogen tegelijk te meten, zodat je veel betere meting krijgt. Tot straks, na de reclame. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OptiBytes. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OptiBytes.
Opleiden en leren is een wisselwerking tussen het opdoen van kennis en praktijkervaring. Maar ook het onderhouden van die vakkennis, de zogeheten nascholing, is zeer belangrijk. Rino Zuid is een opleidingsinstituut en specialist op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Rino Zuid verzorgt diverse postacademische en duale opleidingen en nascholingscursussen. Wij zijn een samenwerkingsverband van 3 universiteiten in Zuid-Nederland en het werkveld. Wat wij doen is de verbinding slaan tussen wetenschap en de praktijk. Dat wil dus zeggen dat onze cursisten heel veel aanbod krijgen in wat kan iemand mankeren, wat kun je eraan doen, waar komt het vandaan. En hoe kun je die kennis gebruiken in de praktijk en in je contact met je cliënten? En hoe kun je daardoor mensen helpen die psychische problemen hebben? Vanuit Rino Zuid worden meerdere postmasteropleidingen gegeven. Je hebt de GZ-opleiding. Dat is een 2-jarige opleiding. Die kun je gaan volgen nadat je je opleiding psychologie op de universiteit af hebt gerond. Daarnaast heb je de psychotherapieopleiding, de PT-opleiding en je hebt de KP-opleiding, de opleiding tot klinisch psycholoog. En dat is een 4-jarige opleiding. Je moet in elk geval specialiseren en je moet daarna ook de kans krijgen om in de praktijk verder te leren. En dat is eigenlijk wat bijvoorbeeld zo'n GZ-opleiding doet. Je blijft 1 dag per week hier bij Rino Zuid de opleiding volgen, zit je in een groep, krijg je kennis, oefen je allerlei vaardigheden. En daarnaast heb je 4 dagen in de praktijk, dat je leert in de praktijk. Ze zijn hier oefeningen aan het doen waar ze net de theorie voor gehad hebben. Dan werken ze vaak een opdracht uit. Dus hier krijg je echt een stuk theorie. Heel veel theoretische kennis, 2 jaar lang, elke week 1 dag. En vaak is dat gecombineerd met praktijkopdrachten. Na deze opleiding krijgen mensen een diploma. En dan hebben ze 2 jaar lang keihard gewerkt, zowel in de praktijk als in de opleiding. En daarna worden ze in een register bijgeschreven. En dat register, daar dien je elk jaar opnieuw punten voor te halen. En die kun je verdienen door bijscholing, door congressen te volgen. En op die manier hou je je kennis bij en hou je je ontwikkeling bij. En je moet bereid zijn om onderzoek te doen naar de cliënten. En je moet ook bereid zijn om onderzoek te doen naar jezelf. Je wordt hier niet zomaar aangenomen. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen, voordat ze hier komen, hebben ze al een hele opleiding achter de rug. Ze gaan bijvoorbeeld psychologie studeren en dat betekent dat je 3 jaar een bachelor volgt, daarna nog 1 jaar een master. Vaak gaan mensen dan vervolgens een aantal jaar in de praktijk werken, in een hulpverleningsorganisatie. Als basispsycholoog doen ze ervaring op en vervolgens kunnen ze of voorgedragen worden door de eigen organisatie voor de GZ-opleiding of ze solliciteren op een opleidingsplek. Ik denk een goede psycholoog, dat is een competente psycholoog en competenties, een beetje een ingewikkeld woord, maar competenties dat zijn kennis van zaken hebben, die kennis toe kunnen passen, dus vaardigheden hebben om dat toe te passen en de juiste houding hebben, de juiste attitude. En als je dat bij elkaar combineert in een vervolgopleiding zoals hier bij Rino Zuid, dan krijg je goede psycholoog. Mondfoto's worden gemaakt voor de tandarts als een herinnering van hoe de mond eruit ziet. Dat hij niet alleen de behandelkaart heeft, maar dat hij ook zicht heeft op hoe het er in werkelijkheid uitziet. Daarnaast kan hij aan de hand van de status van het gebit voor en na laten zien wat er verbeterd is, veranderd is, zodat de patiënt ook duidelijk heeft dat er zaken veranderd zijn. Het lastige van mondfotografie is dat er heel veel dingen samenkomen. En om goede mondfoto's te maken moet je eigenlijk een fotograaf zijn. Wat de tandarts wil vastleggen is een volledige mondsituatie. En om dat in beeld te brengen moet je ten eerste kiezen voor de juiste lens, de juiste flitsbelichting. Waardoor ook als je de foto's bekijkt of een esthetische analyse op de foto's doet, je wel de juiste verhoudingen hebt, zodat de patiënt zich er ook in herkent. Foto's maken is een ideaal middel om te overleggen met de patiënt wat er in de mond aan de hand is. Daarnaast kunnen we dat ook gebruiken om meer duidelijk te maken wat het kan worden, het beeld. We maken portretfoto's om een beginsituatie te maken van de patiënt. Om te kijken wie hebben we eigenlijk in de stoel zitten. Mooi aan een portretfoto is als je die recht schiet, dat je dan kunt kijken van goh, ogen staan op 1 lijn. De tanden moeten ook op 1 lijn staan. Als die niet in 1 lijn staan, dan zul je een scheve mond krijgen. We maken tegenwoordig ook foto's van bovenaf. En dat gebruiken we een spiegel voor. Zodat je met de juiste hoek recht op de tanden komt te staan. Het is voor de patiënt wel lastig omdat je de mond heel ver open moet doen. En het moet een warme spiegel zijn. Maar je krijgt daar wel een perfect beeld van alle tanden kiezen en wat er allemaal mankeert.
Om goede mondfoto's te maken heb je meer nodig dan alleen een spiegelreflexcamera. Je hebt daarbij nodig mondspiegels. Want je wil graag op plekken fotograferen waar je in onmogelijke hoeken zou moeten werken. Om alles goed in beeld te krijgen. Dus maak je gebruik van een mondspiegel. Dan mag je mond open doen. Plaats ik de spiegel. En wat ik nu doe is, deze moet je even veilig houden met het. Zo, die plaats ik zo ver mogelijk naar achter. En als je nu goed kijkt, dan zit hij tegen de spiertjes achter in de mond. Scherp stellen op het vlak van de occlusie. En dan haal ik de spiegel eruit. Nu kan je heel goed de sagittale en de transversale curve van de gebitten kan je zien. En dan daarvan een heel mooie beoordeling doen. Door een goede foto te schieten kun je heel goed communiceren met je technieker. Die kan op die wijze een veel mooiere kroon maken, of een facing eigenlijk. Een eindrestauratie noemen we dat wel. En dan wordt het resultaat veel mooier en veel levendiger. Als een tandarts wil communiceren met zijn tandtechnicus, en de tandtechnicus is degene die de werkstukken maakt die de tandarts bij de patiënt plaatst, zoals een kroon, een brug, een prothese, een frame, dan heeft de techniker informatie nodig over kleur en vorm. Dat kan de tandarts doen door middel van een lichtfoto te maken en die te communiceren met het tandtechnisch laboratorium. Maar wil die in plaats van een kroon een tand laten maken bij het laboratorium, dan heeft de tandtechnieker meer informatie nodig over hoe de tandkleur is opgebouwd. Daarvoor kan je gebruik maken van een lineair polarisatiefilter, de Polarize, zodat de tandtechnicus veel beter kan zien hoe de kleuropbouw van een tand is. En in plaats van dat hij dan een kroon maakt, kan hij de kleuren inbakken en zul je zien dat de kroon eigenlijk een tand wordt en dat het niet opvalt bij de patiënt in de mond. Ik heb een aantal jaren geleden de vraag gehad om een boek te schrijven over mondfotografie, omdat er heel veel informatie op één dag op je afkomt. Eigenlijk is het boek dus een praktische handleiding waarin alles wat in de cursus verteld wordt nog eens een keer na te lezen is. Het boek is zo geschreven dat het een aanvulling is op de cursus, zodat als je de cursus gevolgd hebt en de nieuwste stand van zaken hebt gehoord, je in het boek dingen terug kan vinden en terug kan lezen, zodat je in de praktijk uiteindelijk prima zelf aan de gang kan. Veel tandartsen willen graag leren goed te fotograferen, hebben vaak de spullen wel, maar weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En het leuke van een cursus volgen is dat ze leren om te gaan met de camera die ze in hun praktijk hebben. En dat ze bij elkaar leren hoe je ook met wanghaken en spiegels om moet gaan, want je moet iets groter werken als dat je gewend bent. Elke cursus is erg leuk om te volgen, omdat je en collega's ontmoet, en omdat je gewoon bezig bent met je vak, waardoor je ook weer beter wordt in de dagelijkse praktijk. Ik vind het erg leuk om mijzelf te verbeteren en een patiënt te informeren eigenlijk op die wijze. En door bijvoorbeeld bij Daan een cursus te volgen, kan ik mijn foto's op een hoger professioneel niveau brengen. Vroeger, als je een vak wilde leren, ging je naar school, zat je in de schoolbanken en liep je een paar weken stage. Tegenwoordig hebben we de moderne variant en die heet gilde leren. Dan heb je gewoon les op de plek waar je stage loopt. Gilde leren houdt in dat je les krijgt en stage loopt in een instelling. We gaan dagelijks de werkvloer op om te overleggen met studenten, met werkbegeleiders. We begeleiden ze als docenten bij hun opdrachten. En het is, dus de werkbegeleider kan zich vooral richten op zijn stukje begeleiding rondom de praktijk. En heeft veel minder zorg om allerlei andere zaken die er omheen liggen. We gaan uit van de krachten, eigen krachten van mensen. Dat laten doen wat ze zelf nog kunnen. En ondersteunen op het leven wat ze belangrijk vinden. Dus kijken waar zit hun wens en hun behoefte. Als we vertalen naar het gilde, zijn we de samenwerking aangaan om daar vooral de meerwaarde uit te halen. En dat zien we ook echt als een win-win situatie. Mm-hmm. Enerzijds omdat de studenten hier een stageplek krijgen en letterlijk in de praktijk hun ervaring opdoen. En wij daarmee de bewoners extra aandacht kunnen geven. En de studenten zijn er maar druk mee, want hier is Kelly vandaag aan het werk. Ze gaat de afwas doen. Dus even kijken. Hop, de bel. Hi Kelly. Ja, dankjewel. Goedemiddag dames, dankjewel. Wat een gezelligheid hier. Kelly, jij bent hier in opleiding, hè? Ja. Waarom heb je hiervoor gekozen eigenlijk? Het gilde heb ik voor gekozen omdat ik zelf niet wist welke kant ik nog op wou binnen de zorg. Ik heb al een aantal keren in een verzorgingshuis stage gelopen. En nu doe ik dus kleinschalig. En mijn keuze is daarin duidelijk. Maar er is dus geen standaard dag? Nee, in de ochtend begin je met persoonlijke verzorging. Dat is eigenlijk wel standaard. Mm-hmm. En daarna
doe je de afwas en begin met de was. De mensen helpen mee of er komt boodschappen komen binnen. Of we gaan een dagje uit. Dat verschilt. Jij bent hier bezig om je opleiding te gaan doen, maar wil je naar de hand ook verder gaan leren? Ja, zeker. Ja? Wat zijn je plannen? Ik wil hierna gewoon niveau 3 doen en dan maatschappelijke zorg. En daaruit wil ik verder kijken op welke kant. Nou, ik heb best heel veel bewondering voor onze studenten. Want als je 17 jaar bent en je doet dan deze dingen met oudere mensen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk te ver van je bedshow. En ze doen het met zoveel liefde en zoveel overgave. Ze geven zoveel meer vreugde hier en werken mee aan het welbevinden van de bewoners door al die extra dingetjes zoals nou, met iemand naar de groenteboer, de bewoners naar de zaal brengen, gaan wandelen met bewoners, in de huishouding de mensen helpen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Aflevering gemist? Ga dan naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Doreen.